Leerdoel: Aandelen van de NV en de BV. Nu zal ik een vraag op het niveau eindbaas uitwerken. Nicola BV is in 2017 begonnen met het produceren van een nieuw soort tablet. Hier waren grote kosten mee gemoeid, waardoor Nicola BV in liquiditeitsproblemen is gekomen. Daarom heeft de onderneming besloten in 2017 aandelen uit te geven. Deze zijn direct volgestort door de nieuwe aandeelhouders. Over het jaar 2017 zijn de twee balansen bekend, de beginbalans van 1 januari en de eindbalans van 31 december 2017. Daarnaast zijn onderstaande gegevens bekend over de emissie van Nicola BV: de intrinsieke waarde, de beurskoers, de emissiekoers en de nominale waarde per aandeel. Gevraagd: bereken hoeveel aandelen er zijn uitgegeven in 2017. Om het aantal uitgegeven aandelen te berekenen is de nominale waarde per aandeel of de emissiekoers nodig. Het aantal uitgegeven aandelen kan dan op twee manieren worden berekend. Manier 1. Op basis van de nominale waarde per aandeel. Door het verschil in de aandelen in portefeuille te berekenen kunnen we achterhalen hoeveel aandelen er zijn uitgegeven. Dit is het verschil tussen de waarde op de eindbalans, oftewel 2 miljoen euro, en de waarde op de beginbalans. Oftewel 1,5 miljoen euro. Er is dus voor een half miljoen euro aan aandelen uitgegeven. Nu kan het aantal uitgegeven aandelen berekend worden door dit half miljoen te delen door de nominale waarde van 20 euro. Er zijn dus 25.000 aandelen uitgegeven. Manier 2. Op basis van de emissiekoers. De emissiekoers is hoger dan de nominale waarde van het aandeel van Nicola BV. Hierdoor neemt de agioreserve toe op de balans. Het aantal uitgegeven aandelen kan berekend worden door de toename van de agioreserve te delen door het verschil tussen de nominale waarde en emissiekoers per aandeel. De toename van de agioreserve is het verschil tussen de waarde op de eindbalans, oftewel 350.000 euro, en de waarde op de beginbalans, oftewel 100.000 euro. Het verschil tussen de nominale waarde en emissiekoers per aandeel is 10 euro. Het aantal uitgegeven aandelen is vervolgens te berekenen door de toename van de agioreserve te delen door het verschil van de emissiekoers en de nominale waarde. Het aantal uitgegeven aandelen is dus 25.000 aandelen. Dit is het antwoord op deze vraag.